Oké, Dennis zegt zojuist, wanneer die stang beneden is, voel ik hem in mijn onderrug. Waar je voor jezelf goed op wil letten, is dat die stang zo dicht mogelijk bij je benen blijft. Het voordeel met deze oefening, of ja, voordeel weet ik niet, hoe meer gewicht erop zit, hoe makkelijker dit eigenlijk wordt. Waarom? Omdat het een contragewicht is wat ervoor zorgt dat je naar achter kan gaan hangen. Hoe meer gewicht ik hier heb, hoe makkelijker ik hier op mijn hakken kan staan, zonder dat ik naar achter val. Waar je altijd voor wil waken, is dat je niet te veel ruimte laat ontstaan tussen de stang en je benen. Want hier voel ik mijn hamstring nog niet per se, maar mijn bovenlijf is bijna parallel aan de grond. Hoe meer je vooruit voorover buigt met je bovenlichaam, hoe meer druk er sowieso op je onderrug komt. Dus wat je eigenlijk wil creëren, ik wil een hoek in mijn heup hebben, daar naartoe. Maar het liefst wil ik met mijn bovenlijf eigenlijk nog redelijk rechtop blijven, want dan heb ik veel minder druk op mijn onderrug. Ja? Dus stang dichtbij, kont naar achter, want hier voel ik mijn hamstring ook. Hier voel ik hem eigenlijk hetzelfde. Maar dan sta ik nogmaals met mijn bovenlijf veel meer voorover.